Op basisschool Wijlust aan de Draaiboom in Breda is donderdagmiddag een 11-jarige jongen gewond geraakt nadat het slachtoffertje door een even oude leerling in zijn nek was geprikt met een potlood. De jongen raakte niet ernstig gewond, maar is wel met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na behandeling mocht hij al snel weer naar huis. De leerling die hem zou hebben geprikt is samen met zijn ouders naar de politie gegaan en die onderzoekt het incident.